dag nog van TVA Lifestyle is Euro Handelsonderneming. Welkom bij TVL Lifestyle. Vandaag ben ik bij Eurohandelsonderneming in Heerlen en ga ik samen met Wim terug naar onze kinderjaren. We gaan het namelijk hebben over glijbanen, schommels, kinderhuisjes, kortom over kinderspeeltoestellen. Inmiddels wel het tuinhuisje uitgegroeid, hè? Wie zegt dat? Dat past precies. Maar goed, we zijn allebei klein geweest. Bij jou is dat heel langer geleden dan bij mij. Je begint weer goed vandaag. Maar het was vroeger natuurlijk zo, als je ging spelen als klein kind, bij ons thuis, dekens aan elkaar maken met wasknijpers of onder een tafel bouwde je een hut. Dat is nu wel anders, hè? Ja, weet je, vroeger had je ook zo'n, dan wist je ergens zo'n plastic ding te organiseren. En dan maakte je dan zo'n soort, ja, hoe noemen ze dat, zo'n sheltertje van, weet je wel, in het bos en altijd nat. Maar dit is gewoon eigenlijk kindercomfort. Ja. Puur kindercomfort. Ja, voor jou ook. Ja, ik zit hier perfect. Wat moet ik nou mee? Maar weet je wat het is? Voor mij is het natuurlijk lastig, hè, om erin en eruit te komen. Dus het is een kindermaatdeurtje. Als ik er in de breedte doorheen wil, gaat het dus niet. Want het is niet voor volwassenen. Die kunnen zich uitermate wel goed. Ik zit hier goed, hoor. Ja, nou ja, dan blijf je lekker zitten en ik ga hier vandoor. Want ik heb meer prima te doen vandaag. De groeten. Zo. Jongen. Hé, hey. Kom. Nou, de tak van vroeger heeft plaatsgemaakt voor een veilig schommelsysteem. Ja. Vroeger was het misschien ook wel veilig, men dacht dat het veilig was. Maar natuurlijk gebeurde daar regelmatig iets mee. Dit is gewoon helemaal op de safety voor kinderen gebouwd. Ja, zelfs jij, ik kan erin schommelen. Ja, dat is ook een volwassene. Ja, en jij zit nou op zo'n schommel. Maar hier, dat is als je een klein zusje hebt of een broertje hebt. Mm-hmm. Nou, die kan heerlijk meeschommelen zonder dat daar verder eigenlijk ook iets mee kan gebeuren. En het is natuurlijk heel duurzaam, hè? En het gaat heel erg lang mee, ja. Het is gewoon zo. Als jij groot bent, staat het dan op. Je hebt me wel weer een dagje uitgezocht, hè, met die regen. Dat is toch jammer? Ja, maar kinderen, denk je dat kinderen zich tegen laten houden door regen? Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger gewoon platte schoenen aan had en dan door de plas, waar je helemaal alles nat. Ja. Kom je tot aan je kruis nat thuis. Kinderen trekken zich daar niks van aan. Nee. En bovendien, moet je kijken, ze kunnen hier toch ook droog zitten? Daar kunnen ze zitten, hier kunnen ze zitten. Ze kunnen klimmen, ze kunnen... Het is een behoorlijke constructie, ja. Maar is het ook veilig? Ja, het is gewoon helemaal veilig als je ook ziet hoe dat ding in elkaar gezet is. Alles is afgeschermd, elke bout is eigenlijk weer ingepakt. Waar dat ding mee vast zit, is eigenlijk weer helemaal ingepakt, zodat ze zich daar niet aan kunnen bezeren. Mm-hmm. Dat kun je zien aan die doppen overal. Het is veilig, het is eigenlijk alles aan alle kanten afgerond. Ja. Dus met die wetenschap is het voor de ouders ook lekker achteroverleunen en de kinderen laten genieten. Ja. Nou, dan heb je wel toch een beetje wat spijt zijn. Dat heb ik al heel vaak gedaan, zie je wel. We hebben tot nu toe vooral grote toestellen gezien. Dag Harry. Maar kleintjes, hebben jullie die ook? Kleine toestelletjes, mm-hmm. in jouw formaat? Ja, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Kijk, nu heb je hier een hele hoop combinaties gezien. Maar je hebt natuurlijk ook gezegd, god, ik heb daar geen plaats voor of zo. En je wilt toch iets doen voor de kinderen. Dan heb je hier een schommeltoestand waar je van alles en nog maar mee kunt. De kinderen vinden het natuurlijk ook perfect om te kunnen schommelen. Ja. Dat is gewoon ook heel erg leuk. En glijbanen. Vroeger waren die dingen eigenlijk van ijzer. En als je dan van boven naar beneden roestte, dan had je altijd wel zoiets van, oh, daar zat dan een of ander ding of zo. Maar jij kunt het helemaal voordoen. Hier zit geen enkel schroefje of onveilig dingetje in. Dus als jij nou voorbeeld doet hoe je hier vanaf kunt glijden. Maak jij het dan even droog? Ja, is goed. Harry? Hey Harry, zullen we samen eens even gaan kijken? Ja? Jongen, neem ik een keer mijn hond mee, wilde meteen wat aan me verkopen. Ja, een hondenhok natuurlijk. Gaan we dan eens kijken wat er hier staat? Kom.
valt wel heel erg op met zijn kleurtjes, hè? Is dat tegen het beschermen van het hout? Nou, ook. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om samen met je kinderen bijvoorbeeld zo'n tuinhuis te schilderen. Al het hout van de speeltoestellen is geïmpregneerd. Dus het is eigenlijk niet nodig. Maar het is toch heel leuk als je zo'n kleurrijk ding in elkaar flanst met verf. Dat kan in het groen, dat kan in het rood. Eigenlijk alle kleuren die kinderen leuk vinden. Maar niet per se nodig? Niet per se nodig, nee. Helemaal niet. En het heeft nogal wat hoogte. Denk ik aan veiligheid. Stel dat zo'n kindje van zo'n tweede treetje afvalt, dan is het ook wel belangrijk dat het veilig valt. Ja, op hele dikke rubberen tegels. Die zijn er in 3 centimeter dik, 5 centimeter dik. Die heb je in 50 centimeter en een meter bij een meter. Makkelijk leggen. En dan kan een kind best een keer opvallen. Over kwaliteit gesproken en over degelijkheid van materiaal gesproken. Veiligheid onder andere. Nou, kijk eens. Ja, dat is heel solide. Dat gaat niet stuk. Nee. En dit is dan eigenlijk voor in een balk dwars doorheen. En dan komt hij naar de bovenkant. En hier hang je dan een schommel aan of een speelband of maakt niet uit wat. Daar kun je dus dit soort dingen aan hangen. Ja, pak eens wat uit. Allemaal accessoires. Wat is dit? Hier, dat is leuk. Pak uit. Ruk open. Leuk. Allemaal leuke kleurtjes ook. Maar wat is het? Jij weet niet wat het is, hè? Nee. Dat is, kun je mee om een hoekje kijken. Hé, hey, ben ik in beeld? Ik denk dat ik het verkeerd om heb. Ja, dat is zo'n weird. Oh ja! Rond. Leuk dit. Ja, in ieder geval. In ieder geval de kleur. Je kunt er zelfs 3 schommels aan. Ik denk niet dat je erbij kan. Nee, dat weet ik wel zeker. Kom maar op. Ja, ik voel me echt weer een beetje kind. Ik vind het heel leuk dit. Ja. Nou, u ziet het. Wij zijn nog wel eventjes bezig. Vooral Wim. Ik wil nog wel even schommelen. In ieder geval bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Kom maar op, Wim. Kom. Jezus, tempo erin. Ja, kijk daar. Zo. Pagnas van TVL Lifestyle zien Eurohandelsonderneming, LDH Moda en Hair & Beauty Marijke Paradiek.